So Brian, just to tell you, we are going to pay the fine for the meeting. Eh? Hi Brian, je hebt nu een paar wedstrijden in het nieuwe competitieformat gespeeld van de Europa League. Hoe bevalt dat tot nu toe? Ja, wel goed. Wel goed. De eerste 8 gaan door. Andere, ja, die moeten daarna nog tegen elkaar. Dus ja, wel goed. Ja. Vind je dit leuker dan die poolfase zoals het eerst was? Eerlijk gezegd maakt het me niet zoveel uit. Als we maar doorgaan, ja. Heb je wel het idee dat het spannender wordt in zo'n competitie? Ik bedoel, jullie staan allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, we staan allemaal heel dicht bij elkaar. Ik denk als we winnen, kunnen we ook zo alweer bovenaan staan. Dus, ja. Als je kijkt naar de prestaties dit seizoen tot nu toe, ik heb het even opgezocht. Met Brobbey in de basis wint Ajax 86% van de wedstrijden. Zonder Brobbey in de basis 50% van de wedstrijden. De oplossing is eigenlijk heel simpel. Je zegt tegen die man naast je gewoon, stel Brian Brobbey op en dan komt het wel goed. Vraag het hem. Maar wat vind jij ervan? Is dat toevallig, die statistieken? Nee, ik kijk niet naar dat soort statistieken. Dus, kijk je helemaal niet naar statistieken of kijk je naar andere statistieken? Eerlijk gezegd ben ik er niet mee bezig, eerlijk gezegd. Ja. Dus nee. Maar als je het wil vragen, kan je het aan trainen vragen. Nou, oké, daar gaan we dan. Francesco, he wants me to ask you. Yes. Nee, jij wilt zelf vragen. Yes, sorry. He wants me to ask you. 86% of all games in which Brian Brobbey start are a win. Only 50% of the other games are a win. So why not more Brobbey from the start? I think Brian has played already quite a significant amount of matches. So, yeah, but this one is an interesting number that you are putting on the table. Does it surprise you? I know that you are always so well prepared. So, no, it's not a surprise because we know how important is Brian for the team. And that's why we are, since the beginning of the season, we are trying to do everything to maximize his minutes, his contribution with the team. And yeah, I think I was listening the question that you make to Brian. And if you allow me to step in and to answer to you, I think Brian is in one moment that is really, really fit. Probably has, at least from the performances and the physical performances, is the best moment of his life in Ajax. At least with the data and the numbers that we have, and the capacity to play a certain amount of minutes in a certain intensity. So I think we are really happy with Brian and what he's is doing so far. Brian, mocht hij ooit overgaan naar de Italiaanse competitie, welke club of clubs genieten jouw voorkeur qua speelwijze? Ik denk Inter, AC Milan, Juventus, alle topclubs uit Italië. En denk je dat je ooit daar terecht komt? Wie weet, we gaan het meemaken. Hoe gaat het met je hoofd eigenlijk? Heb je daar helemaal geen last meer van? Nee, ik heb er geen last meer van. Ik had na de wedstrijd natuurlijk als ik een beetje duizelig dizzy, maar voor de rest, het gaat nu al veel beter. Maar je hebt de laatste weken veel botsingen met je hoofd, hè? Hoe komt dat nou? Ik snap het ook niet, eerlijk gezegd. Ik wil natuurlijk altijd voor de bal gaan. Dus zo, ja. Maar je gaat niet met een helm opspelen? Nee, zeker niet, nee. De trainer zei net, hè, dat je qua fitheid misschien wel in de beste periode van je hele carrière zit. Voel je dat zelf ook zo? Ja, ik voel me goed, wat, zoals ik net al zei. Ik voel me fit om te gaan. Hij liet me ook presentaties zien van vorig seizoen en nu. Dat ik dit seizoen veel meer doe. Dus, ja. En wat kwam daar verder nog meer uit? Of kun je daar eens iets meer over vertellen? Ja, een beetje. Ja, hoeveel ik ren ten opzichte van vorig seizoen. Alleen dat je... Maar dus het aantal meters, maar ook misschien sprints? Of? Ja, aantal sprints, aantal meters. Ik heb eerlijk gezegd, snapte ik het niet zoveel. Hij moest me echt uitleggen. Dus zo. Dus ja. Nee. Bravo, Brian. Ja. Je hebt ook de beelden van Lazio gekeken, toch? Gisteren, wat is je eraan opgevallen? Ja, gisteren hebben we een klein beetje gekeken. En ik denk straks wanneer we klaar zijn dat we meer gaan bekijken. Dus dan weet ik echt hoe ze echt spelen. Dus, ja. Ben jij daarmee bezig? Pas je je spel soms aan de verdedigers die je treft? Ik ben zeker wel bezig met de verdedigers tegen wie ik speel. Ja. Dus, maar wat ik net zeg, ik heb straks een individuele meeting over de verdedigers. En dan ga ik dat bekijken. Nog één dingetje. De laatste keer als je scoort, dan doe je handen tegen elkaar en dan dank je God volgens mij. Is dat iets wat je geholpen heeft in de periode dat je niet scoorde om rustig te blijven? Of
Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker weten. Ik ben gelovig. Praat veel met God. Dus elke keer wanneer ik score, bedank ik hem. Dus ja, ik ben hem ook heel erg dankbaar. Dank je. Alsjeblieft. Mike. Brian, goedemiddag. Goedemiddag. Je zei net dat je niet heel erg van de statistieken bent, maar je begon al te lachen toen Chris nog met zijn vraag bezig was. Kende je deze statistiek wel? 86%? Nee, ik ken het niet. Ik heb het niet gezien. Oké. Het ging bij Jeroen net ook over het doelpunt, dat werd afgekeurd. Heb jij het gevoel dat je in Europa meer wordt beschermd door scheidsrechters? Ik heb het gevoel dat ze in Europa wel veel meer laten doorgaan dan in de Eredivisie, al zeker. En wat is dat dan? Kwaliteit van de scheidsrechters of toch iets andere toepassing van de regels? Dat weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat de Europese wedstrijden dan wel veel lekkerder voor je zijn, omdat je dan iets meer mag, iets meer... Ja, zeker weten. Ze laten veel meer doorgaan. Dus het is wel lekker. Een scheids die in Nederland ook heel veel laat doorgaan is Bas Nijhuis. Dus ik vind het ook leuk als hij fluit. Dus, ja. Dus die mag komen zondag, of niet? Ja, van mij wel. Nou, zijn er nog vragen, zou ik bijna willen zeggen. Johan. So, Brian, just to tell you, we are going to pay the fine for the meeting. Ja. Brian, heb jij de trainer alles heel boos gezien? Ja, af en toe. Hoe is die dan? Boos. Ja, ja, boos. Dus, ja. Maar soms is dat ook wel goed, toch? Ja. Je spelers op scherp, ze zitten alweer. Dus, ja, omdat hij na de wedstrijd tegen AZ zei hij dat hij trots op jullie was. Hebben ik kan het wel begrijpen dat je, als je de laatste, ja, ik denk 20 minuten zag hoe iedereen ging strijden. Dus, ja, voor het 2-2 gelijkspel te maken. Dus dan kan ik dat wel begrijpen. Ja. En die 70 minuten daarvoor? Ja, waren niet de Ajax ja, die wij kennen. Die het zo goed deden tegen PSV Feyenoord. Dus, maar ja. Ben je dan verrast dat hij zegt dat hij trots is? Wat ik net zeg, de laatste 20 minuten gingen we echt strijden. Dus ik begrijp het, joh. Dankjewel. I heard the word fine already. Before I need to pay, the last question is for Job, yeah. And then we are running. We split the bill, eh?